De opname tot zover in ieder geval erop staan. Nou, dat is al heel wat. Pakken we de E3 even op. Establish, Enforce, Educate. Vooral dus niet in die volgorde doen, maar gaan de omgekeerde volgorde. Waarom? Om je een idee te geven. Als je normaal zou beginnen om je informatiebeveiliging voor elkaar te krijgen, door het opstellen van allerlei policies, procedures, richtlijnen enzovoorts, dan is dat iets van uit de top. En dat is vooral gericht op planning en controle. Jongens, hoe houden wij grip op de organisatie? Want we hebben ons doelen gesteld, activiteiten, en daar moeten we dingen voor opofferen. En dat moet wel zo effectief en zo efficiënt mogelijk. Fijn. Daar hebben we informatie bij nodig en die steunt zo ongelooflijk zwaar op informatietechnologie, dat we daar toch wel iets voor moeten regelen. En dat betekent dat wij inzicht willen hebben in de daadwerkelijke situatie van onze bedrijfsvoering qua effectiviteit en efficiëntie. En dat betekent dat wij ook nog de garantie moeten hebben dat we het goed doen, dat we betrouwbaar zijn, afdeling CIA. Wat hebben wij dan nodig, zegt de directie en of het management? Dan hebben wij dus een set nodig van procedures en maatregelen. En wat voor procedures en maatregelen zijn er dan allemaal wel niet? Nou, we moeten informatiemanagement goed regelen en dat is dus niet hetzelfde als IT-management binnen de informatica-opleiding. Informatiemanagement is dus documentmanagement, recordmanagement, het inrichten van je informatiehuishouding. En dat is een vakgebied op zich. En we hebben informatiebeveiliging nodig, want in onze huishouding staat informatie centraal, is een asset, moet dus beveiligd worden. Fijn. Dan krijgen we dus batterijen procedures voor de gebruikers, voor de ontwikkelaars en voor de beheerders. En die slaan allemaal op onze informatiesystemen waar informatie in zit en op de onderliggende IT-infrastructuur. Dat zijn dus boeken vol. Daar word je niet vrolijk van. En op het moment dat je al die regels, richtlijnen en procedures hebt geschreven, dan douw je het gewoon de organisatie in. En dan gaat het management ervan uit dat als je het eenmaal de informatie ingegooid hebt, dat iedereen ook braaf doet wat er in die procedures, standaarden en richtlijnen staat. Niet dus. Nou, dan gaan we het wat steviger aanpakken. Als die maatregelen dan ingevoerd zijn, die worden toch niet nageleefd. Hè? Ik bedoel, eten en drinken in lokaal is verboden. Wie houdt zich aan die regel? Hè? Er wordt al heerlijk gegeten, gedronken, geluncht, koud of gekoud, whatever. Waarom ook niet? Regels zijn er tenslotte om aan je laars te lappen. Zo niet te overtreden. Dus, een mens is een mens en een gebruiker van informatiesystemen is net zo'n mens. Dus als die het makkelijk kan, zal hij het zeker makkelijk doen. Nou, dan gaan we zwaardere middelen inzetten. Dan gaan we afdwingen. Hoe gaan we afdwingen? Nou, wij moeten als organisatie in ieder geval aan drie wettelijke verplichtingen voldoen.
Wij moeten persoonlijke informatie beschermen. Wij moeten bepaalde bedrijfsdocumenten beschermen. En we moeten vooral het intellectueel eigendom dat in een organisatie aanwezig is beschermen. Die drie dingen zijn wettelijk vereist. Oeps. Dat betekent dat je dus de regelingen, procedures enzovoort moet hebben om die beveiliging voor elkaar te krijgen. Of die bescherming voor elkaar te krijgen. Daarnaast is tegenwoordig best practice dat je ook nog 7 aanvullende maatregelen treft. Te weten, je moet een beleid hebben met procedures enzovoorts voor informatie en beveiliging. Je moet rekening houden met het toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging aan diverse groepen in de organisatie. Dus niet alleen aan de gebruikers wijzen, maar je moet je ontwikkelaars ook wijzen op nut en noodzaak van informatiebeveiliging en beheerders idem. Vervolgens moet je ook nog zorgen dat je het bewustzijn wakker schudt ten aanzien van informatiebeveiliging. En je moet mensen ook daar nog in trainen en scholen. Vervolgens moet je regelen dat al je applicaties die gebouwd zijn, die informatie binnenkrijgen, informatie verwerken, opslaan en weer informatie produceren en of weggooien, dat die correct doen wat ze zouden moeten doen. Je moet zorgen dat al je technische kwetsbaarheden die er altijd zijn in een IT-infrastructuur, dat je die op zijn minst in controle hebt, dat je weet wat er aan de hand is. En je moet ook nog in controle zijn als het gaat om je bedrijfszekerheid, je bedrijfscontinuïteit. En vervolgens moet je ook nog alle incidenten die op het gebied van informatiebeveiliging plaatsvinden, daarover moet je ook in controle zijn. En je moet ook nog alle verbeteringen die je meestal naar aanleiding van een incident aanbrengt of aan wil brengen, die moet je ook nog in grip hebben. Dus deze 10 maatregelen zijn eigenlijk het minimale dat je zou moeten doen, zou moeten afdwingen in een organisatie, wil je een beetje redelijk zijn qua informatiebeveiliging. Ook dat werkt niet helemaal zoals het zou moeten. De derde manier, de derde E. Als je nou eens begint met informatiebeveiliging door middel van opvoeden, scholen, trainen. Dat zet veel meer zoden aan de dijk. Want als jij in een organisatie niet weet wat informatiebeveiliging is, wat nut en noodzaak ervan is en hoe jij je werk beter kunt doen als er een goede informatiebeveiliging is en welke hulp en bijdrage jij kunt leveren aan het voortbestaan van je bedrijf, ja, waarom zou je je dan aan regels houden? Dus mensen bewust maken van informatiebeveiliging, ze hoeven niet meteen te roepen van I love informatiebeveiliging, maar in ieder geval dat ze er iets meer oog en vooral ook oor voor hebben. Als je daar nou eens mee zou beginnen, dan werkt het al een stuk beter. Hoe gaan we dat doen? Bewustzijn verhogen. Twee manieren. Wakker schudden die app. Ik zal niet het geluid hierbij doen, want 's ochtends vroeg een wekker is al erg genoeg. Als je hem dan ook nog tussen de bedrijven doorkrijgt. Twee dingen. Hoe gaan we dat doen en wat gaan we dan gebruiken? Oké. Misschien kennen jullie de AIDA formule. AIDA, afgezien van het feit dat het een opera is van Verdi die altijd in quizzes naar voren komt. AIDA is de toverformule als het gaat om marketing. Attention, interest, desire, action. Je probeert, als je vooruit wil komen met informatiebeveiliging, probeer je de P van people aan te spreken. Want daar komen de processes en de technology, die andere twee poten van die driestoel, die komen vanzelf wel. We gaan proberen aandacht te krijgen van onze mensen in de organisatie. Hoe? Door die mensen iets interessants voor te schotelen. En dat interessante dat dan voorgeschoteld wordt, dat moet de mensen het gevoel geven, nou, dat is leuk, daar wil ik best iets meer van weten. En op het moment dat ze dat verlangen hebben, dan geef je ze tegelijkertijd een trigger om er meer mee te gaan doen. Dus net zoals een reclamespotje,
die probeert je aandacht te pakken. En afhankelijk van het product of de dienst die je onder de aandacht wil brengen en de doelgroep waarop je je wil richten, kleed je je boodschap in een bepaalde verpakking. Dus je gebruikt de AIDA-formule. Dat is het hoe. En wat ga je dan gebruiken? Je gaat mensen iets extra's voorschotelen. Dat kan met drie dingen. Confrontation, storytelling en investigation. Ik ga even met name in op de eerste twee. En de laatste die... Piep, piep. De laatste die komt zijdelings voorbij. Confrontatie. Dit is altijd een hele leuke. Als je een bedrijf vraagt, die 10 maatregelen die ik net genoemd heb, hè, die 3 wettelijk verplichte en die 7 aanvullende, hoe denk jij bedrijf dat jij het doet? Met andere woorden, hoe denk jij bedrijf dat jij ervoor staat als ik jouw bedrijf ga afzetten tegen de algemeen geaccepteerde security code, die ISO 27002-2007? Die code, die kan je gebruiken om als het ware een meting te doen. Dit is de code, hier zou je moeten staan en hier sta ik als organisatie. En qua die code, die kan je gebruiken om de volwassenheid te meten van een organisatie als het gaat om informatiebeveiliging. En het laagste volwassenheidsniveau is niveau 0 en het hoogste volwassenheidsniveau is niveau 5. Nou, als je een willekeurige organisatie vraagt, hoe volwassen denk jij dat je bent? Ben je op niveau 0, 1, 2, 3, 4 of 5? Wat denk je dat een gemiddelde organisatie als antwoord geeft? Wij zijn op volwassenheidsniveau... 4 of 5? 5, tuurlijk. Optimistisch zeggen ze 5. Sommige mensen zijn wat bescheiden en die zeggen, weet je wat? Ik doe voorzichtig, ik zeg 3. Toen ik het vak informatiebeveiliging in de deeltijd gaf en ik vroeg aan de studenten, hoe denk je dat jouw bedrijf waar jij werkt ervoor staat? Zelfde antwoorden. Optimisten die zeiden, 5! Ja, dat kan best wel iets beter. Doet hij me maar een 3'tje. Nou, wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze als opdracht, en die kan iedereen voor zijn eigen organisatie doen, ga nou maar eens een quick scan uitvoeren, dus een snelle momentopname. Op 3 verschillende niveaus in je organisatie. Eentje van topmanagement, eentje van middelmanagement, eentje van operationeel management. Leg die vragen uit de quickscan maar eens voor aan die mensen. En op basis van hun antwoorden ga jij bepalen wat het volwassenheidsniveau is. En wat het bewustzijnsniveau is. En welke maatregelen de organisatie getroffen heeft. En op basis van de uitslag van die scan kun je nog verbetermaatregelen geven. Nou, de studenten kregen van mij een tool die 2 afstudeerders hadden gemaakt, gebaseerd op die code. Dus het was eitje. En vervolgens die 3 antwoorden werden ingevoerd in de geautomatiseerde tool. En daar kwam het antwoord uit van hier sta jij als organisatie in relatie tot de security code. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, dit is de complete informatiebeveiligingscode voor informatiebeveiliging. Met 11 categorieën waarbij... Oh, sorry. De code, hier begint het. Er zit nog een paar hoofdstukken voor in de code, maar dat is algemene inleiding. Deze slaan we altijd over. En we beginnen bij policy. En zo gaan we al deze onderwerpen gaan we af. Nou, je ziet policy, organization, asset management, human resource, physical en environmental, communications and operations management, access control, software development, incident management, business continuity en compliance. Al deze categorieën zijn helemaal uitgewerkt in de code, maar wat veel makkelijker is in de tool. Nou, wat gebeurt er dan? Die tool die is opgebouwd conform de code en hij is Nederlandstalig, dus per item uit de code kun je aanklikken en dan komen hier allemaal vragen zichtbaar en dan kun je ja of nee op antwoorden. 2 mogelijkheden, als je ja antwoordt
dan voldoe je eraan, dan krijg je een groene smiley. Als je nee antwoordt, ik heb het dus niet, krijg je een rode smiley. En als je hem nog niet weet te beantwoorden, maar op een later moment wilt beantwoorden, dan krijg je voorlopig een gele. Dus zo kan je in één oogopslag zien hoe een bedrijf ervoor staat. En dit, omdat je het op drie niveaus doet, zie je hier dus drie antwoordcategorieën van drie verschillende bevraagden. Nou, dit zijn de antwoorden, die worden dan verwerkt. Daar kun je allerlei leuke diagrammetjes van maken. En dan kun je zien van het verschil tussen bepaalde mensen afgezet tegen de norm. En je kunt er allerlei grafiekjes uithalen, je kunt er taartschemaatjes uithalen. Het eerste waar je naar gaat kijken is, hoe voldoet jouw organisatie ten aanzien van de wettelijke drie categorieën? Oftewel het eigendomsrecht, bedrijfsdocumenten en de persoonsgegevens. Nou, dat zou betekenen, in totaal moet je hier 17 vragen beantwoorden. Dus hij zou op 17 moeten zitten als je het allemaal met ja hebt beantwoord. Nou, je ziet de gaten al verschijnen, dit is 17. Persoonsgegevens is iets hoger. Die moet 20 zijn. Dit tool, als je die drie dingen allemaal hebt ingevoerd, dan berekent die tool zelf het volwassenheidsniveau. Volwassenheidsniveau gaat, zegt iets over het niveau van bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging en de maatregelen die je hebt genomen. Het laagste niveau is volwassenheidsniveau 0. Dat betekent dat je volledig onbewust bent als het gaat om informatiebeveiliging en dat je aan maatregelen nauwelijks iets hebt gedaan. Niveau 1, dan ben je onbezorgd, zo van, we zien wel als het fout gaat. Nou, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. En als je al maatregelen hebt, dan brand je, ach, brandje is dat, blussen. Dus alleen brandjes blussen, geen structurele maatregelen. Niveau 2, dan ben je niet meer zo bezorgd, onbezorgd, maar je hebt zoiets van, nou, er zit wel heel veel aan dreigingen, maar ik ken ze eigenlijk niet, ik weet het niet. En het enige wat je hier doet is, de dingen die je toch al doet, die blijf je gewoon doen. Maar geen nieuwe dingen. Volwassenheidsniveau 3, dan heb je een ontluikend informatiebeveiligingsbewustzijn. Dus er begint iets te dagen van, jongens, we moeten er wel iets aan doen. En begin je voorzichtig maatregelen te definiëren. Nou, het zou mooi zijn als je op zijn minst niveau 3 haalt als organisatie. En dat was jouw bescheiden schot voor de boeg, doet u mij maar een drietje. Als je een volwassenheidsniveau 4 hebt, dan heb je een beheerst bewustzijn. Je weet wat informatiebeveiliging is en je hebt het redelijk onder controle. En niveau 5, dan ben je op professioneel niveau en dan ben je optimaal bezig. Hou in je achterhoofd dat de meeste organisaties als gevraagd worden, waar denk je dat je staat, dus hoe volwassen ben je? 5! Nou, vooruit 3. Elke deeltijdstudent heeft dit in zijn eigen organisatie gedaan en dat heb ik 3 jaar achter elkaar laten doen. En elke keer was het eindresultaat bijna hetzelfde. Ze zaten allemaal op volwassenheidsniveau 0. Het laagste niveau, let wel, 0. Dan vlieren fluit je dus door het leven als het gaat om informatiebeveiliging. En ach, als er ergens een brandje is, dan sturen we wel de brandweer erop aan. Nee, het is nog veel erger. Je bent je helemaal niet bewust van het feit dat je iets met informatiebeveiliging moet doen. Dus heb je ook geen enkele maatregel genomen. Nou, een enkele misschien. En het belangrijkste zit dan, qua tekortkomingen, op het gebied van intellectueel eigendom, je bedrijfsdocumenten en je personele informatie. Mag ik even in herinnering roepen? Er zitten mensen aan de andere kant van deze wand. Deze. Essential legal obligations. Deze drie moet je geregeld hebben. Anders loop je in het kader van een controle of wat dan ook, loop je als organisatie dus giga risico's. Dat kan dus een boete opleveren. Dat kan zelfs soms leiden tot een strafbaar feit. En wat blijkt dan?
als je die quickscan doet bij willekeurige bedrijven, dat ze precies op die drie terreinen een heleboel dingen niet of nauwelijks geregeld hebben. Dus dat is na 3 jaar, dit jaar zou het de 4e keer geweest zijn, blijkt dat er gewoon nog niks veranderd is. Waarom? Omdat iedereen begonnen is bij de E van establish. Laten we maar beleid schrijven, een plan maken, maatregelen formuleren en die vervolgens de mensen door de strot houden. Werkt dus niet. En hoe kun je dat beste laten zien? Door zo'n quickscan te doen. Dus als iemand zegt van god, ik vind het leuk om straks eventueel in het kader van een afstudeeropdracht bij een bedrijf dat te doen, schroom niet en benader mij, dan kun je wat mij betreft gebruik maken van die tool. Dus dit is de afdeling Awareness Raising by Confrontation. Op het moment dat je het management van een bedrijf confronteert met de resultaten van zo'n quickscan, dan hebben ze zoiets van, oh shit, zijn er maar nul? Ja, jullie zijn nul. Oh nee, lachen mag dan niet. Jullie zijn nul. En je dacht wel dat je 5 was of dat je 3 was. En waar jullie tekort schieten, zijn dus op de 3 essentiële wettelijk verplichte maatregelen. Dus als je iets wilt gaan doen aan informatiebeveiliging, zorg dan als een speer dat je zo snel mogelijk die 3 wettelijke verplichtingen, dat je die afdicht. Nou, dan schrikken ze. Dan willen ze natuurlijk ondersteuning en advies. En de studenten die krijgen van mij dan ook altijd de opdracht, geef ook aanbevelingen aan je bedrijf, hoe verder. Nou, die aanbevelingen zitten dan vooral in de richting van die 3 essentiële wettelijke maatregelen. Oké. Okay. Dat is 1 manier om het bewustzijn wakker te schudden. 2e manier om het bewustzijn wakker te schudden, is het vertellen van verhalen. Storytelling. Om een idee te geven, je zoekt dan, als je dat specifiek voor een bedrijf gaat doen, dan zoek je een akkefietje op dat bij dat bedrijf gebeurd is, of mogelijk ook bij dat bedrijf zou kunnen gebeuren. En dan ga je een verhaal schrijven over wat er gebeurd is. En dan maak je gebruik van die bekende wees. In zo'n verhaaltje verweef je dan een aantal gebeurtenissen, events, officiële gebeurtenissen, persoonlijke gebeurtenissen, grote, kleine. En je probeert er ook een betekenis aan toe te voegen. Wat moet je er nou van denken? Jullie zijn ongetwijfeld geconfronteerd geweest in jullie vroegere jaren met er was eens een gezin, een familie of een bedrijf, of een jongetje of een meisje. En toen gebeurde er dat, en toen gebeurde er dat, en toen gebeurde er dat. En aan het eind leefden ze nog lang en gelukkig. Er was eens. En dan leefden nog lang en gelukkig. Afdelingspookje. Dat is een vaste vertelvorm die je heel goed kunt hanteren als je mensen wakker wilt schudden als het gaat om informatiebeveiliging. Er was eens een bedrijf. Het lijkt op dit bedrijf, maar het is het niet. En in dat bedrijf was een directeur die bla bla bla. En toen gebeurde er dat, en toen gebeurde er dat, en toen deden ze dit en ze deden dat. En uiteindelijk hebben ze alle brandjes geblust, is het bedrijf weer opnieuw opgebouwd. En vervolgens leefde het bedrijf nog lang en gelukkig en maakte heel veel winst. Zoiets in die trant. Voorbeeldje. Stel, je moet iets voor een retailbedrijf doen, dus En je moet het verhaal vertellen over de verplichtingen die je allemaal als winkel moet doen in het kader van het verkrijgen van het keurmerk veilig ondernemen. Nou, dan kan je natuurlijk dat hele keurmerk en al die checklisten en richtlijnen, die kun je aan zo'n winkelbedrijf geven, maar die gooi je dat meteen op de stapel, want dat is veel te ingewikkeld. Je kunt ook, als je dit goed onder de aandacht wil brengen, het op een interessante manier in een verhaalvorm vertellen. Bijvoorbeeld, er wordt nogal aardig wat overvallen gepleegd op de winkel en regelmatig staat er dan weer iemand voor de kassa die zegt van geld. Oké, je geeft dan het geld, want geld is minder waard dan je leven.
En in het kader van keurmerk veilig ondernemen moet je dus zorgen dat je een adequate manier hebt om al het kasgeld dat binnenkomt en dat je in de winkel hebt en dat ook de winkel weer uit moet, om dat te organiseren. Dan kan je dus een verhaaltje vertellen in de zin van, als je rekening wil houden met keurmerk veilig ondernemen, moet je in ieder geval zorgen dat de betalingen die gedaan worden, dat klanten die kunnen doen op een manier zodat er niet iemand over de schouder of via een hoek mee kan kijken bij het doen van bijvoorbeeld pinbetalingen. En op het moment dat er cash betaald wordt, dan is het wel prettig dat je zeker weet dat je echt geld hebt binnengekregen. En niet het zoveelste vervalste briefje dat tegenwoordig vooral uit zuidelijke Europese landen schijnt te komen. Dat is weer eens een nieuwe bron. Vroeger kwam het uit Oostblok. En dat je in ieder geval op echtheid kunt detecteren. Daar zijn hele goedkope lampjes voor te krijgen, waarmee je snel het echtheid van een muntbiljet kunt vaststellen. Het is ook heel handig om onder de kassa zo'n apparaat te hangen waarin je de grote briefjes van 50 en 100 euro instopt, zodat ze niet in je kassalade liggen. Je kunt ook nog een bordje ophangen dat briefjes van 500 niet geaccepteerd worden als betaalmiddel. En op een gegeven moment als de winkel gesloten is, dat kan dagelijks zijn, maar misschien is je procedure dat je dat één keer per week doet, ga je al het kasgeld nadat het geteld is in de kluis leggen. En uiteindelijk gaat je dagopbrengst of je weekopbrengst breng je naar de bank toe. Daar wordt het afgestort en daar wordt het geteld. Daar wordt het uiteindelijk in de kluis van de bank gelegd en daar ligt het op jou te wachten totdat jij het weer nodig hebt of opneemt. Dus zo kun je aan de hand van de weg die het papiergeld en of muntgeld door de winkel aflegt en de dingen die een winkel kan doen om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen, kun je dus in een verhaaltje vertellen en dan hebben we het over who real money and who real world. Maar ja, hoezo? Wij hebben tegenwoordig allerlei manieren waarop reëel tastbaar geld bedreigd kan worden. Nou, wat voorbeeldjes die jullie ongetwijfeld wel kennen. De bankjob, nou dan gaan ze toch even, ook al zit het in de kluis bij de bank, dan gaan we even bij de buren een winkeltje huren en wij graven een gigagang die precies uitkomt in de kluis van de bank. Of we gaan gewoon eventjes iemand die aan het pinnen is. De truc tegenwoordig, ik weet niet of iemand hem laatst gezien heeft, was een winkelier die geld aan het afstorten was. En die wilde het geld net gaan afstorten. En die werd op zijn schouder getikt en geattendeerd dat er wat briefjes waren gevallen. Die uiteraard niet gevallen waren. En terwijl die bezig was met die man die hem attendeerde op gevallen briefjes, kwam van de andere kant een meisje aan en die griste gewoon de hele plastic tas met het afgestorte geld weg. Misschien handig om dat in verband met z'n tweeën te doen. Nou, dit is natuurlijk ook altijd de aardige. Je houdt gewoon de geldwagen aan en je rooft hem leeg. Met als gevolg wegens bankoverval gesloten. Hopelijk heb je dan nog wel de beschikking over van allerlei camerabeelden waar je hopelijk iets of iemand op kunt herkennen. Maar iedereen heeft tegenwoordig ook wel een balaclava of zo'n bivakmuts op. Dat werkt dus ook niet echt meer. En dan krijg je in ter plaatse of opsporing verzocht, krijg je van die vage plaatjes in de hoop dat iemand dat herkent. Dat is echt geld. Echte bedreiging. Maar tegenwoordig hebben wij dus ook virtueel geld. Nou, dat betekent dat er incidenteel nog gebruik gemaakt kan worden van de ouderwetse overschrijvingskaart. Vooral 70-plus wil daar nog graag gebruik van blijven maken tot de bank het niet meer verstrekt. Kijk in een willekeurige portefeuille en het stikt van de pasjes. We hebben allemaal de nodige kaarten waar een chipstrip op staat voor per chip betalen. Onze beruchte OV-chipkaart die bij jullie natuurlijk geïntegreerd is in jullie studentenpas. En niet-studerenden die kunnen kiezen voor een OV op naam of een OV anoniem. Als je geen koppeling wilt zien vastgelegd worden tussen wat jij aan het reizen bent en jouw persoon. Dan is de kaart gewonnen. Nou, we kunnen natuurlijk ook online betalen via al je handhelds, telefoon, maakt niet uit. Je kunt ook online betalen via Ideal,
Maakt niet uit, we gaan we chippen en knippen ons wezenloos. We gaan online banking doen. Maar uiteindelijk zit alles nog steeds in de kluis in de bank. Alleen ligt daar niet meer het papiergeld. Nee, hier liggen dus alle tapes, cassettes, cd's, whatever, waarop al onze virtuele betalingen en virtuele waardes vertegenwoordigd zijn. De kluis is hetzelfde, de inhoud niet. Maar ook virtueel geld kent bedreigingen. Niet alleen werkelijke bedreigingen, maar ook nog virtuele bedreigingen. Die komen vaak van binnenuit. Bekend voorbeeld, de Barings Bank, die door een trader, Nick Leeson, in Singapore behoorlijk getild is. Dat was een van de bekendste voorbeelden van insider trading. De dumpster diving, even lekker in de vuilnisbak van een ander kijken of daar nog kaartnummers te vinden zijn, betaalgegevens enzovoorts. Ook altijd erg leuk in het kader van bedrijfsspionage. Bekend voorbeeld is Procter & Gamble versus Unilever. Die waren beide aan het concurreren op de Indiase markt met het op de markt brengen van een nieuw soort verzorgingsproductenlijn. En Procter & Gamble die had detectives ingehuurd. En die detectives die hebben de vuilnisbakken van Unilever doorgeplooid. Op zoek naar bedrijfsgeheimen die iets zeiden over de stand van zaken rond de ontwikkeling van die verzorgingslijn. Is een rechtszaak geweest in Amerika. De Franse bank, Société Générale met Jérôme Kerfi, ook een miljarden oplichtertje. Nou, we kennen natuurlijk allemaal onze IJsland-affaire, de spaargelden die daar stonden, en de DSB-bank. Die we ooit hadden. Idem dito. Dus ook ons virtuele geld is veilig, wordt bedreigd. Dus als je iemand bewust wil maken van een situatie, zoek je een verhaaltje, reëel of virtueel, dat bij hem past. En behalve inside bedreigingen heb je ook outside bedreigingen. Je hackt gewoon even op internet. Of je onderschept internetbankieren. Man in the middle attack, of wat je kunt doen is gewoon een mailtje sturen aan nog steeds nietsvermoedende mensen van dat de ABN AMRO toch een nieuw computersysteem heeft en ter verificatie even jouw username en wachtwoord nodig heeft, hoeveel daar nog ingetrapt wordt in de afdeling phishing. Je kunt natuurlijk zwart geld wit maken door het over de hele wereld heen via allerlei bankencircuits virtueel te laten stromen, zodat het uiteindelijk op jouw eigen bankrekening als zwart geld niet meer herkenbaar is, maar als wit geld binnenkomt. En natuurlijk kun je willekeurig waar je activiteiten doen in het kader van bedreigingen op virtueel geld. En dat geld, virtueel geld is hetzelfde als informatie. Die kun je dus ook janken. De derde manier, behalve een verhaal vertellen, is onderzoek doen. Er is iets gebeurd. Ik zei al, shit happens. Nou, dat gebeurt dus ook. Brandje. En dat brandje dat moet zo snel mogelijk geblust worden. Maar veel interessanter is om bij een bedrijf die iets overkomen is, te onderzoeken. Wat is er nu precies gebeurd? En hoe heeft het kunnen gebeuren? Nou. Zoals gezegd, shit happens, denk aan Murphy. Dan treedt een incident op. En een incident is altijd een gebeurtenis die je niet zo prettig vindt of en of die je niet verwacht had. Het heeft altijd effecten. En belangrijk zijn twee categorieën effecten van een incident. Je liability, je aansprakelijkheid, en de schade, de damage. Liability is wel het ergste, want dan komt er meteen een juridische tak van sport bij. En als je pech hebt, komt er ook nog politie bij. Want als er iets illegaals gebeurd is, dan heb jij een illegale actie ondernomen, of je bent slachtoffer geworden van een illegale actie van een ander.
En dat moet uitgezocht worden. En als het, het kan ook nog een contractueel iets zijn. Jij hebt beloofd dat je als een goed huisvader zou letten op de informatie die jouw organisatie binnen is gekomen. Heb je dus niet gedaan. De informatie is als een klein kind gewoon de deur uitgewandeld en papa heeft niet goed opgelet. En dat staat dan normaal gesproken het zogenaamde goed werkgeverschap en het goed werknemerschap. Dat is onderliggend aan alle arbeidsvoorwaarden tussen een bedrijf en zijn medewerkers. Dus als een medewerker informatie ontvreemd heeft of gemanipuleerd heeft, met opzet, dan kan de werkgever dus een actie ondernemen naar zijn werknemer. Schade is ook altijd erg leuk. Je hebt directe schade en indirecte schade. Direct is op het moment dat het incident heeft plaatsgevonden wat je dan aan kosten zichtbaar kunt maken. En indirect is de wat langere termijn. Nou, een schade heeft altijd nasleep, dus altijd extra kosten op termijn. Je moet altijd kijken waar zit de schade. Die zit altijd op het gebied van het bedrijf, het eigendom van het bedrijf. Let op, informatie is tijdelijk eigendom van het bedrijf. En in de persoonlijke sfeer. En wat kun je dan aan schade en ellende krijgen? Klachten. Je moet producten terugroepen, zogenaamde recall. Je kunt claims krijgen en je kunt ook nog rechtszaken tegen je aangespannen krijgen. Want jij hebt of de duty to prove, je hebt de plicht om te bewijzen dat je je als een goed huisvader gedragen hebt. Of je hebt de burden of proof, dan moet je niet alleen bewijzen dat je goed huisvader geweest bent, maar moet je ook nog met bewijsstukken aankomen die aantoonbaar laten zien dat jij daadwerkelijk goed huisvader bent geweest van jouw bedrijf. En let op, voorkomen is niet altijd mogelijk. Het enige wat je kunt doen is zorgen dat de gevolgschade zo klein mogelijk is. Nou, wat je hier ziet, dat doen we in het kader van Electronic Discovery, zo'n investigation. En dat is het keuzevak in blok 4. Jullie mogen een keuze maken binnen VIS. Of ga je CF-projecten doen, of ga je wat verder verdiepen in investigating, in e-discovery. Dan gaan we wat dieper in op al deze onderwerpen die op dit plaatje staan. En gaan we ook aan de slag met een incidentje om eens te achterhalen wat is er gebeurd en hoe heeft het kunnen gebeuren. Ben je geïnteresseerd om nog breder een onderzoek te doen, dus een volledig toedrachtsonderzoek in real life situaties, en je wilt echt leren onderzoeken, leren zoeken en leren vinden en dat in een op een forensisch verantwoorde en juridisch verantwoorde manier, dan zou je kunnen overwegen om per september, zoals ik al zei, de deeltijd minor electronic discovery te volgen, waar je echt leert van begin tot en met eind toedrachtsonderzoeken uit te voeren, waar uiteraard een computerforensische component in zit. Want we hebben nu eenmaal te maken met ESI, Electronic Stored Information. Dus dan kan je je technische kennis goed inzetten gedurende zo'n toedrachtsonderzoek. Wat is dan een incident? Nou, je gaat dan leren met behulp van die W-vragen al deze dingen helder te krijgen. Wie heeft wat gedaan? Welke activiteiten? Je kunt iets gedaan hebben, maar je kunt ook iets nagelaten hebben. He, dus een arts die een patiënt heeft, die moet die patiënt behandelen. Dan kan hij een behandeling doen, maar die pakt fout uit en heeft hij het gedaan. Foutje bedankt. Maar het kan ook zo zijn dat de arts bij die patiënt een behandeling had moeten doen, maar die behandeling heeft nagelaten. Dan is die ook aansprakelijk. Dus je kunt doen, maar ook niet doen. Wie ga je dan altijd in beeld brengen? De overtreder en de slachtoffer. Component. Er kunnen meerdere overtreders zijn en er kunnen uiteraard meerdere slachtoffers zijn. Je gaat op zoek naar de locatie. En dat is de fysieke locatie, maar vooral ook de virtuele locatie. Je timeframe.
Een incident heeft altijd een nadrukkelijk begin en een nadrukkelijk einde. En daartussen gebeuren een heleboel events. Je probeert te achterhalen met welke hulpmiddelen de offender iets gedaan heeft. Wat zijn manier van werken is, een bekende modus operandi van een misdadiger. Of welke opportunities er waren, welke die gegrepen heeft. En vooral, wat waren de motieven voor die persoon om dit incident te laten plaatsvinden. Vooral als het een incident is met een crimineel tintje. Samengevat. Op dit moment kun je zeggen dat niets en of niemand vrij is van incidenten op het gebied van informatiebeveiliging. Je kunt risico's een beetje in de hand houden door maatregelen te nemen, maar dan moet je zorgen dat je zowel de mensen, de processen als de technologie in evenwicht houdt en we blijven als mens de zwakste schaap. Wat zouden wij willen? Het zou heel fijn zijn, aangezien de meeste organisaties zich toch op volwassenheidsniveau 0, 1, hooguit 2 bevinden, dat ze een hoger volwassenheidsniveau weten te bereiken. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moeten we het gevoel, de sense of urgency, de noodzakelijkheid, proberen tussen de oren te krijgen dat risicovermindering en effectverkleiniging, dat dat essentieel is. Hoe gaan we dat doen? Enforcing, establishing and educating, oftewel het bewustzijn verhogen, het liefst niet in die volgorde, maar begin maar bij het eind, bij educating. Hoe dan? Confronteren? Ha, quickscan, zie, jij volwassenheidsniveautje 0. Je zit nog in de luiers, joh, qua informatiebeveiliging. Verhaaltjes vertellen? Er was eens. En toen gebeurde dat, en toen gebeurde dat, en toen gebeurde dat. Maar uiteindelijk, nadat ze een aantal maatregelen hadden genomen, konden ze nog wat langer leven. En onderzoek doen naar voorgevallen incidenten. Die helpen om het bewustzijn in ieder geval wakker te schudden, voordat je het kunt gaan verhogen. En als je dat eenmaal voor elkaar hebt, mensen zijn wakker geschud, dan moet je het niet laten bij dat awareness stadium, maar dan moet je aanvullen, dus ook iets doen in de zin van mensen trainen, mensen opleiden en zorgen dat ze ready zijn op het moment dat er iets gebeurt met hun informatiebeveiliging, of beter gezegd, dat hun informatie als belangrijke asset van hun organisatie in gevaar dreigt te komen. Dat betekent dus ook oefenen, oefenen, oefenen. Vragen tot zover. Heb dus niks met techniek te maken, information security, natuurlijk. Is techniek een van de onderwerpen die hangen onder information security. Maar dit is dus een totaal ander verhaal dan wat je tot nu toe in het kader van security hebt meegekregen. Ik heb een opdracht voor jullie. Ik wil dat je, ik weet niet of jullie in groepen werken of al groepjes hebben. Jullie hebben groepjes, wordt geknikt. Ga in dat groepje, eens even met elkaar brainwaven. En probeer een verhaal te vertellen waarmee je het bewustzijn van op het onderwerp informatiebeveiliging kunt wakker schudden. En ik heb het de titel gegeven, Tell a Story. Je hoeft geen story te vertellen. Je kunt ook een story schetsen. Dus plaatjes gebruiken. Creatief, out of the box denken. Dat is de uitdaging. En probeer heel simpel, ik heb de essentie er even bij gezet. De narrative, dus de verteltrand, wat gebeurde er. Er was eens. En toen en toen en toen gebeurde dat, toen gebeurde dat, toen gebeurde dat. En aan het einde. Dus er moet een structuur in zitten. Want het ging goed in het begin, toen kwam shit. Toen hebben ze de shit opgeruimd en aan het eind kwamen ze er in ieder geval beter uit. Dat betekent dat er een aantal gebeurtenissen in zitten, want in de beginsituatie er was eens enzovoorts enzovoorts. En toen kwam dat en toen kwam dat en toen kwam dat. En aan het eind werd alles weer koek en ei. En wat is nu de onderliggende boodschap? Wat moet je nu van het verhaaltje denken?
wat je bedenkt. Je kan het op een aantal manieren aanpakken. Je kunt een even grasduinen op via internet naar een spannend berichtje, waarvan je denkt, oh, dat berichtje, dat zou ik wel willen gebruiken om daar iedereen over te informeren en over wakker te schudden. Dat is dan een kwestie van zoek even iets pakkends. Kijk of je plaatjes kunt vinden of dat je een artikel kunt vinden of wat dan ook. Het hoeft geen compleet afgewerkt verhaal te zijn, maar een aantal, in ieder geval de drie delen. Er was eens en toen gebeurde een heleboel shit en aan het eind kwamen ze er in ieder geval iets beter uit. Maak er iets elektronisch van, dat mag dus een PowerPoint zijn. Als je het liever in een Word document doet of met een ander tool het wilt visualiseren, is mij ook oké. Maar zorg dat het verhaal dat je wilt vertellen een visuele boodschap heeft. Vragen over deze opdracht? Maar hoe moet het ingeleverd worden? Kijk die gewoon. Ik wil dat je aan het eind van deze opdracht, gezien de tijd, en we zijn nogal wat tijd kwijtgeraakt. Dat je hem nou een mailt. Ik zal een fruitman bestellen. Dus dat betekent dat één iemand van het groepje dat samenwerkt het resultaat van deze opdracht naar mij mailt, c.a.bommeld@hva.nl. Zorg dat ik hem in ieder geval vandaag nog krijg. Dus dan weet je wat je te doen staat. En ik zal met het opperhoofd van dit vak, Arnien dus, ja, een gepast moment afspreken en een gepaste wijze afspreken waarin de verhalen die ik van jullie aangeleverd krijg, dat die ook beschikbaar gesteld worden aan de collega's in de groep, zodat je kunt zien van elkaar welke verhalen er gemaakt zijn. Vragen? Misschien leuk om aan toe te voegen. Probeer ook vooral iets te vinden wat niet alleen maar computerspeel is. Alleen maar techniek. Denk aan de drietrapsraketten, people, processes en technology. En het gaat om informatiebeveiliging. Dus probeer iets te zoeken te vinden dat te maken heeft met informatie. En plat gezegd, dat kan dus data zijn. In use, data in motion, data at rest. Of zelfs data out of order. Dat kan dus informatie. Dus een stukje informatie kan van binnenuit een organisatie stiekem naar buiten gebracht worden. Afdeling klokkenluiden. Er kan informatie van buiten gehaald worden en mee naar buiten genomen worden. Dan is die informatie gestolen door iemand van buitenaf. Informatie kan gelekt zijn. Opzettelijk of per ongeluk. Probeer met elkaar eens een gevalletje te vinden. En dat mag best een reëel gevalletje zijn als je zelf niet iets kunt bedenken. Zoek een artikel, desnoods, en gebruik dat als aanleiding om je verhaaltje. Dus het begon in het begin, er was eens, dus even de setting. Toen gebeurde er een afdeling shit, maar aan het eind hebben ze toch een lesje geleerd en is het beter geworden. En de vorm is vrij, het medium is vrij, als je het maar digitaal kunt sturen, want je moet het naar me mee. En dat voor uiterlijk 23:59 op 20 maart 2013. Ik probeer even te voorkomen dat we allerlei exotische formaten krijgen. Ga een beetje uit van de standaard
applicaties waarmee wij gedwongen zijn te werken binnen de HVA omgeving. Ja, dus dat maakt het iets makkelijker. Yes? Ja, dat is geen punt daarover.